onderwerp van vanavond was eigenlijk het duivelse dilemma. Van als je meer kwaad doet dan goed doet, dan zou je ermee moeten stoppen. Nou, dat is denk ik niet heel moeilijk om mee eens te zijn. Ik denk dat iedereen dat vindt. Alleen, hoe weet je het precies? Want het is makkelijker om te zien wat je aan het goede doet. Je kunt gewoon kijken hoeveel patiënten heb ik gehad dit jaar en hoeveel levens heb ik daarmee gered, hoeveel voedsel heb ik uitgedeeld, wat heb ik gedaan. En dat is op een bepaalde manier makkelijker om uit te rekenen dan al die indirecte effecten. Dus als je op die indirecte effecten je besluit zou baseren, ja, dan kan je het dus ook helemaal mis hebben. Dan moet je dus echt heel erg zorgvuldig overwegen. En wat je in de praktijk ziet, is dat organisaties soms zo'n radicale keuze maken. We zeggen, we gaan nu weg. Maar meestal gewoon toch proberen zoveel mogelijk goed te doen en het kwade te minimaliseren. Via onderhandelingen, door schipperen, door daarmee bezig te blijven. Voortdurend kijken van wat gaat er fout. Kunnen we dat anders aanpakken? Kunnen we dat doen? Noodhulp is eigenlijk ontstaan vanuit het idee dat het heel tijdelijk is. En daar zie je dus ook een soort frictie dat het systeem eigenlijk nog is ingericht op kort even hulp geven, terwijl de werkelijkheid niet zo is. Dus daar zie je een hele verschuiving optreden. Er wordt ook echt over nagedacht. Hoe kun je noodhulp ook op een lange termijn plannen, toch beter inzetten? Want kijk, iemand die 17 jaar buiten zijn eigen land woont als vluchteling, dan kan je niet zeggen van nou, we doen het alleen levensreddend. We geven even wat hulp, even wat eten. Nee, die mensen die hebben kinderen, die willen naar school, die willen gaan studeren. Je hebt vluchtelingenkampen waar zelfs universiteiten zijn. Want die kinderen die willen natuurlijk ook vooruit. Je kan niet zeggen, laat al die generaties maar verpieteren, omdat ze vluchteling zijn. Er wordt in de kritiek op noodhulp wordt wel onderscheid gemaakt tussen de grote professionele organisaties aan de ene kant en de individuele organisaties aan de andere. Nou, je kan zeggen, die individuen, dat is echt het nieuwe elan. Dat zijn mensen die het vanuit hun hart doen en die doen het met de goede motivatie. Die zijn natuurlijk ook onafhankelijk. Nou, dat is ook waar. Tegelijkertijd zie je daar ook allerlei problemen optreden. Al was het maar het probleem van schaal en waar kunnen die werken? Nou, die gaan echt niet in Syrië aan het werk. En daar gaan ook dingen mis. Want er zijn ook van die privé-initiatiefjes van mensen die dan een weeshuis gingen opzetten waar geen wees kwam, want er waren helemaal geen wezen. Of wat het geld allemaal verdween in de zakken van weet ik veel wie. Dus daar gaan ook dingen mis. Dus ik zou dat onderscheid niet zo scherp willen maken van alsof dat dan wel het goede zou zijn en dat niet. En ik vind ook dat die professionele organisaties, daar kun je veel kritiek op hebben, maar ook daar zie ik nog wel dat elan. Ik kom gewoon voortdurend mensen tegen binnen die organisatie die gewoon echt aan het knokken zijn om verbeteringen te bewerkstelligen binnen hun organisatie. Ook altijd langzamer dan we willen, maar je ziet toch ook hier en daar wel degelijk verschuivingen optreden. En noodhulp, dat zouden we gewoon bijna vergeten, noodhulp is er wel heel goed in om mensenlevens te redden. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de droogte in 2011, had je droogte in de hele Hoorn van Afrika, was de ergste droogte in 60 jaar. En daar zijn in Kenia en Ethiopië is er niemand extra overleden door die droogte. In Somalië, waar Al-Shabaab de hele boel had verzegeld, de hulp mocht er niet in, mensen mochten er niet uit, had je honderdduizenden doden. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, noodhulp doet echt iets. Dat zou je bijna vergeten. Noodhulp redt levens.